dames en heren. Dames en heren, goedenavond. Welkom bij Literatuur Late Night Den Haag. We hebben vanavond weer vol programma. We hebben muziek. We hebben de literaire agenda. We hebben het literaire oogst. En we hebben natuurlijk literatuur. Schrijvers in levende lijven. Heel veel literatuur. Twee mooie boeken. U kunt dit ook volgen op een website. Die kunt u vinden op de... als u intikt www.bibliotheekdenhaag.nl/live. Dus kunt u allemaal terugkijken. Twee auteurs. Straks tweede gast Thomas Rozenboom met zijn nieuwe roman De Rode Loper. Maar we beginnen met een debutant. U heeft hem misschien een paar weken terug gezien bij De Wereld Draait Door. Daar zou u kunnen zeggen dat hij doorbrak op een nogal spectaculaire manier. Het lukte hem om Martijn van Nieuwkerk zeker 10 minuten lang zonder weerwoord te luisteren. Nou, dan heb je het voor mij al heel goed gedaan. Het boek heet Eus. Het gaat over opgroeien in de Koekstad in Deventer. En het opgroeien gaat van ouw, zoals het kinderboek vroeger zei. Zijn naam is Özkan Akyol en ik ga met hem in gesprek. Waar ben je, Özkan? Zo. Je hebt jezelf bij elkaar geraapt en want je bent ziek. Ik ben niet helemaal ook zo fris. Ja. Nee. En heeft dat iets te maken met het met die ongelooflijke stroomversnelling waarin je bent terechtgekomen na dat optreden bij Matthijs van Nieuwkerk? Nou, in dit geval heeft volgens mij ook veel met drank te maken. Maar het is wel zo inderdaad dat ik 3-4 keer per week of 5 keer soms gewoon echt in het land moet optreden en weet ik veel wat moet doen. En dat is natuurlijk geweest naar aanleiding van het optreden bij De Wereld Draait Door en later nogal meer optredens. Dus ja, ik denk wel dat ik het onderschat heb. Het is toch echt wel een soort van aanslag op je lijf toch wel om constant bezig te zijn. En dat had ik vooraf niet zo ingeschat eigenlijk. Dus ja. Wat is de gekste vraag die je hebt gekregen in de afgelopen periode? Ja, ik krijg heel veel gekke vragen. Ja. Ja, waar ik me vooral aan stoor is dat je vaak dezelfde vragen krijgt. En dan, dat is dan aan jou om dan een ander antwoord te geven. Ja, maar sommige dingen zijn al duidelijk van hoe kwam je met literatuur in aanraking. Weet je, dat heb je al in 10 programma's gezien of zo. En dan willen mensen nog een keer weten hoe ik met literatuur in aanraking kwam. Lijkt mij juist de uitdaging voor een journalist om een originele invalshoek te kiezen. Ja, ik zal het houden. Ja, ik leg meteen druk op je schouders, maar ja. Laten we kijken naar een tekening die van jou is gemaakt. Is dat Wold Hek? Ja. De tekenaar? Ik vind dat de tekening heel erg goed is gelukt. Ik vind dat ik een dikkere kop heb in het echt. En waarom hou jij dat leesplankje vast? Ja, dat verwijst duidelijk naar mijn tijd in de Baaiers, waar ik literatuur heb ontdekt. En nu ga je nou vertellen wat je al 10 keer hebt verteld. Ja, maar jij stelt de vraag die al 10 keer is gesteld. Nou, ik stel de vraag die ik stelde was... Hij heeft ervoor gekozen om die verwijzingen met de Baaiers literatuur, om dat te verwerken in deze cartoon. En dat is hem best aardig gelukt. Ja. Ja. Wat is er in die gevangenis gebeurd dan? Dat hij dat erbij heeft gehaald? Nou, Ab, dat zal ik je vertellen. Ik had in de Baaiers alle beperkingen. Ik mocht geen contact met medegedetineerden. Ik mocht geen tv kijken of wat dan ook, wat normaal wel mag. En ik mocht geen kranten lezen of wat. Ik mocht helemaal niks. Het enige wat ik mocht op een gegeven moment was naar de bibliotheek gaan om boeken te lezen. En ik werd daar echt geraakt door mooie literatuur. En ik vatte daar het nogal megalomane plan op om zelf ook schrijver te worden. Dus ik heb toen eigenlijk alles in mijn leven daarna een teken gesteld van de literatuur en van mijn doel om schrijver te worden. Betekent dat je in de bibliotheek zat met een bepaald boek en toen ineens dacht, ik moet mijn leven veranderen? Het was niet echt een specifiek boek. Het was gewoon literatuur.
En toen dacht ik wel van, weet je, ik had tot die tijd nooit een doel in het leven, nooit een passie of zo, wat dan ook. Bij mij draaide alles om geld, om te overleven, van de een op de andere dag. Veranderde dat, doordat ik dus literatuur tegenkwam. En toen had ik zoiets van, eindelijk heb ik een doel in het leven, want iedereen in mijn omgeving had voor mijn gevoel een doel in het leven. Of tenminste, die kon zich berusten in het niks doen, maar ik niet. En toen, ja, kwam literatuur. En toen dacht ik van, ik word schrijver. En dat is eigenlijk in 7 jaar tijd gelukt. En in wat voor opzicht verrijkte die boeken je? Wat was het dan wat je las, waardoor je dacht, ik wil hier iets mee? Maar ik ben gewoon heel erg ijdel. En ik las verhalen die ik dan wel interessant vond, maar ik dacht van, ja, mijn verhalen zijn veel, veel toffer. Weet je wat voor verhaal las je van je dacht, dat heb ik veel toffer meegemaakt? Ja, het zijn ook heel obscure romans zitten daartussen. Ja. In interviews heb ik het vaak over de grote jongens, zoals Kafka en Dostoevsky en Selin. Maar ik heb heel veel obscure boeken ook gelezen in de zin van minder bekend zijn. Weet je? En dan gaat het weer over een zieke oma of zo. En dan denk ik van ja, om daar nou literatuur van te maken. Ja. Ik dacht van, ja, ik heb wel het een en ander meegemaakt in mijn leven. Dat kan ik ook omzetten in literatuur. Oké. En dat is nog leuk ook. Daar gaan we het over hebben. Lenno, wat hebben we voor plaatje bij een praatje? Ja, dit is een foto van twee Turkse mannen die een koffer uit een achterbak halen. Die man daar rechts. Lijkt hij op de vader van Eus in je roman? Nou, niet qua uiterlijk. Nee? Nee. Ik weet niet hoe die fan verder is, maar... Ja. Nee. Mijn vader wilde ook niks met auto's te maken hebben, want hij wist... mijn vader drinkt graag. Hij heeft ook nooit zijn rijbewijs gehad. Ja. Hij was bang dat hij zichzelf zou doodrijden of zo, weet je wel. Dus mijn vader en auto's, dat is sowieso al een beeld dat niet klopt. De vader in dit boek... Het drinkt nogal wat. Ja, hij is ontzettend gierig. Ja. En hij geeft niet om zijn kinderen. Behalve dan, hij ziet ze dan als een manier om aan geld te komen. Ja. Dus weinig, maar toch schrijf je heel veel over deze man. Ja, mijn vader is natuurlijk, mijn echte vader is de ideale persoon om een romankarakter van te maken. Omdat hij juist zo flamboyant is en hij is gewoon heel erg narcistisch. Hij heeft geen geweten. Om zo iemand te beschrijven, dat werkt goed in jouw vader heeft geen geweten. Nee. Hoe moet ik dat voor me zien? Hij vindt maar één ding belangrijk, of één iemand eigenlijk, en dat is hij zelf. En voor de rest heeft hij maling aan iedereen. En echt aan iedereen, aan zijn vrouw, aan zijn kinderen. Wat je zegt, hij houdt van drank, hij houdt er buitenvrouwen op na. Hij gaat gewoon 6 maanden naar Turkije op vakantie, interesseert hem niet. En dat contrast met mijn moeder is, dat is heel cliché, maar ja, dat is dan weer zo'n klein zielig vrouwtje dat helemaal niet in verweer komt daartegen. Dus hij gaat ook lekker zijn gang. Het interesseert hem allemaal niet. Hmm. Als je met zo'n vader opgroeit, hè, kan me voorstellen dat je zo'n vader veracht. Ja, ik haat mijn vader. Ja, ik heb ook met hem gebroken. Maar het meest irritante aan dat alles is dat ik een kopie van mijn vader ben. Je drinkt, je bent alleen met jezelf bezig. Ja, je gaat 6 maanden in het jaar naar Marokko, naar Turkije. Ja, Marokko. Ja. Dat doe ik. Ja, ja, ja. Ik niet, nee. Ik ga niet naar Turkije, maar ik ben wel heel erg... Heb je een buitenvrouw? Ik heb geen mee, maar ik heb een binnenvrouw, zit daar. Een binnenvrouw? Ja. Ja? Nee, maar ik ben wel vrij narcistisch en bot in mijn uitlatingen en vrij direct. En, ik hoef niet per se met iedereen vriendjes te zijn. Mijn vader heeft helemaal geen vrienden, bijvoorbeeld. Ja. Dus dat heb ik allemaal wel van hem. En dat vind ik vrij kut eigenlijk, dat ik op hem lijk. Heb je dan zo'n steek van pijn als je in de spiegel kijkt? Ja, ik vind het wel jammer dat ik heel erg op hem lijk, ja. Kan je toch iets aan doen? Je hebt toch een keuze daarin? Nee, dat denk ik dus niet. Dat zeggen heel veel mensen. Ik weet niet hoe de zaal daarin staat. Maar als je echt verrot bent van binnen, in je hart, dan kun je dat niet veranderen. Dat geloof ik niet. Omdat je toch door impuls of zo wordt gedreven. Het is, het zit echt... hier in mijn hoofd en wat ik zeg, je hart, als je dan niet deugt, op wat voor manier dan ook, hè? Het hoeft niet, je kan je karakter wel een beetje... Maar zeg je nou dat je niet deugt?
Nee, ik deug niet altijd, nee. Klopt. Ik ben echt een strebertje ook en zo. Ja, je bent ontzettend ambitieus. Ja. Kijk, dat klinkt heel gek, maar dat is natuurlijk al deze eigenschappen die je opnoemt, die zijn natuurlijk in het sociale leven werken die tegen je. Maar, ja. maar voor het schrijversbestaan zijn ze heerlijk. Ja, maar dat merk ik dus. Het is al heel gek kennelijk in de schrijverswereld als je gewoon jezelf bent. Daar kijken mensen al van op. Als je onverbloemd zegt wat je denkt en zegt zonder met iedereen vriendjes te willen zijn of wat dan ook. En misschien is dat een verklaring dat mijn boek zo goed loopt ook. Omdat je zo recht voor z'n raad bent. Ja, misschien wel. Misschien vinden mensen dat heel bijzonder. Terwijl ja, ik vind dat niet bijzonder. Ik was altijd al zo. Maar ik merk wel dat andere mensen tegen mij zeggen van ja, moet je dat nou wel zeggen? En kun je zo wel gedragen? Ja, zoals net ik zei, je bij de Wereld Draait Door zei je iets heel directs over de schrijver Karel Abdola. Ja. Dat is een collega van mij en nu inmiddels ook van jou. Ja. Daarvan kan je zeggen, het is niet chic. Heb je daar maling aan? Ik zou het niet chic vinden als het voor hem nieuw was. Maar ik heb het een jaar geleden tegen hem gezegd, tegen hemzelf. Dus ik heb hem niet... Kijk, als dat nieuw was, zeg maar, en hij zat er niet bij, dan had ik het niet gezegd. Maar hij wist hoe ik over hem dacht. Ik heb het voorgedragen hier met Winternachten tijdens een column, heb ik daarvoor gelezen. Toen heb ik precies dat gezegd wat ik ook in De Wereld Draait Door heb gezegd. Dus voor hem is dat niet nieuw. Hmm. En ik vind ook niet dat ik... Weet ik voor wat, onder de gordel of zo. Ik heb heel goed uitgelegd waarom ik vind dat een soort van trucje is geworden wat hij aan het doen is. En stel dat iemand het over jou zou zeggen bij De Wereld Draait Door. En je zou je zit op maandagavond, lekker te eten, biertje erbij. En iemand zit aan het schrijven en die zegt over jou. Wat voor reactie zou erbij hebben? Ja, ik ben wel daar vrij, als ik die persoon in de echt tegenkom. Dat wil ik wel een hartig woordje wisselen. Ja. Ja. Ja? Hartig woordje? Ja, dat is mijn. Hoe gaat het dan bij Uskan, Akjol? Hartig woordje? Als jij iets zoiets tegen mij of mij had gezegd, wil jij, dan zou ik jou zien. Zou ik zeggen, hey, Appie, kom eens. En, zo, ja, dus, nee, precies. Dan kom eens, weet je wel, ja, zo gaat kom eens, dan, ja. En dan kom eens waar? Kom even naar een hoekje, gaan we praten. Wat jij hebt gezegd, wil je nog een keer zeggen? En dan krijg je die twee reebruine ogen van jou, die priemen zich dan zo. Ja, nee, ik word niet fysiek gewelddadig, wat dan ook, maar... Hoe zou je dat doen? We staan nu in dat hoekje. Ja, zo zeggen, zeg dat eens nog een keer, zou ik zo zeggen, weet je wel, zo. Ja, ja nou goed, ja. Dat wil ik best wel nog een keer zeggen. Ja. Ik vind namelijk... Ja, maar kijk, dan ga je het een beetje zo begint dan. Dan gaan mensen zo stotten. Ik vind helemaal niet erg als... niet. Nee, maar ik bedoel... Kijk, ik vind helemaal niet erg als iemand iets over mij zegt. Bijvoorbeeld op social media, dat weet je zelf waarschijnlijk ook. Dan hebben mensen al een heel grote mond en zo. En dan kom je ze in het echt tegen en dan durven ze dat niet te zeggen. Hmm. Dat is wat mij eigenlijk het meeste aanstoot. Dus je wilt uitdagen, je wilt ook uitdagen. Nee, ik ik zou het jou heel erg waarderen als zo iemand dat ook in het echt tegen mij zegt. Maar ik merk wel in de praktijk dat mensen juist... En dat is dus wat ik haat de meeste mensen. Dat ze gewoon laf zijn in die zin dat ze dat dus niet in het echt... Maar misschien zijn ze ook gewoon verstandig of wijs of hebben ze niet die behoefte om zich op die manier uit te drukken. Dat hoeft niet lafheid te zijn. Maar jij vindt onverstandig dat ik daar dan mijn mening heb verteld op die manier? Nee, ik heb het niet ik vond het niet chic. Ik vond het spannende tv. Ja. Ik vond het wat je aankaartte, hè, van de migrantenproblematiek. Bij een auteur als Karel Abdola is oudbollig. Ja. Dacht ik ook even van. Maar goed, het is wel heel direct. Maar goed, je mag daar een mening over hebben. Ja, nee, maar, ja jij vindt dat niet chic. Dat is hoe jij erin staat. En dat mag ook natuurlijk. Maar ja, wat ik zeg, ik ben niet iemand die er omheen gaat draaien. Ik zeg gewoon waar het op staat. En misschien, ik had ook toen op dat moment, toen ik klaar was met het interview, van misschien ben ik iets te ver gegaan of zo. Daar heb ik ook bij over nagedacht. Maar toen dacht ik weer van ja, maar wat moet ik dan doen? Moet ik dan zeggen, zij hadden dat kennelijk al voorbereid, dat was een opzetje van hen. Moet ik dan zeggen van... Nee, ik vind die kerel juist heel goed. Had ik het dan zo moeten zeggen? Eerlijkheid boven alles. Ja. Een plaatje bij een praatje. Een plaatje bij een praatje. Kees de Jonge. Ja. Kees Boek. Theo Thijssen. Ja, ik ken het, maar ik heb het niet gelezen. De jongen uit de arbeiderklasse. Ja, ik weet het ook precies. Gaat, ik heb die vergelijking en al en vaak gehoord. Oh, heb je die vergelijking al vaak gehoord? Ja. Oké, nou maak het dan maar af. Ja. Nou, wat wil je precies zeggen? Nee, ik dacht, toen ik aan het lezen was, dacht ik, ja, dit is eigenlijk de Kees de Jonge van 2012. Ja? Ja. Nou, nee, denk ik niet.
Welke parallel? Nou ja, omdat die jongen, Kees de Jonge heeft probeert zich in dat leven te handhaven. In het leven op een. Theo Thijs beschrijft dan die jongen en kijkt daar met een zacht oog naar. Hij vergeeft. De jonge groeit op in een wereld tussen thuis en de straat. Ja. En dat heeft Eus natuurlijk ook. Die gaat naar Turkije op vakantie. In de auto, ze komen daar aan en dan krijgt hij een dorpeling, krijgt hij dan een lam. Ja. En dat lam is een huisdier. Ja. De hele vakantie lang tot het einde. Ja. En dan wordt die onschuld van dat lammetje. Ja. Wordt dan ineens. Dat was ook mijn symbolische afrekening trouwens met alle lammen in de migrantenliteratuur. Is dat zo? Ja. Ja? Ja. Dus als ik nu. Dood is dood. Ik hoop dat er niet meer lammetjes. Dat er geen lammetjes meer. Alleen nog op de barbecue. Alleen op de barbecue, niet meer in de literatuur. Ja. Ja. Maar is dat die jongen hè, die al die dingen doet, Eus, ja. Hij doet natuurlijk dingen die niet door de beugel kunnen. Ja, dat ik nu in het leven stel. Op een gegeven moment kom je tot de conclusie dat alles echt niet goed is. Ja. Dat het eigenlijk allemaal geen doel dient. En dan ga je daarin berusten. En dan, of je gaat alles kapot relativeren omdat het toch geen doel dient. En dan kun je er vrij emotieloos naar kijken allemaal. Ja. En ik heb hem ook bewust niet willen psychologiseren of zo in het verhaal. Omdat de meeste dingen wel eigenlijk voor zich spreken. Wat er in het boek gebeurt. Klinkt misschien gek. Maar in essentie is Eus geen slechte jongen. Maar door de omstandigheden wordt hij gedwongen tot slechte dingen. En dan kunnen we zeggen van hij heeft een keus daarin. Misschien staat dat dan wel een parallel met wat je net zei. Van inderdaad dat je dan voor galg en rad wordt geboren. Maar ja, het verhaal zit altijd net iets anders in elkaar. Ja, op een gegeven moment heb je wel weer keuzes. Hè? Als je 18, 19 bent, heb je wel keuzes. Maar ja, dan ben je natuurlijk al zo verpest. En dan heb je al zo'n spoor van vernieling achter je gelaten. En dan is de achterstand die je dan hebt opgebouwd zo moeilijk om nog in te halen. Dat het dan verleidelijker is om het op een niet correcte manier allemaal te doen. Ik maak eens een bruggetje naar wat er afgelopen weekend is gebeurd op de Nederlandse voetbalvelden. Ja. Die grensrechter die is doodgetrapt ja. door drie jongens. Waarvan je dan de media leest dat het gewetenloos is. Dat, ja. dat het zonder respect is voor leven. Ja. Begrijp jij die jongens? Ik moet zeggen, ik voetbal zelf ook. En ik ben echt anderhalf uur op het veld een soort van TBS of zo, weet je. Ik ben altijd scheidsrechter aan het verbaal aan het uitdagen en alles. Maar als je echt iemand gaat slaan voor een amateurwedstrijd, dan denk ik niet dat je ja, dat heeft gewoon met intelligentie te maken. Ja. Kijk, dat is precies het verschil. Jij bent intelligent. Je hebt uiteindelijk jezelf kunnen redden. Omdat je op het juiste moment volgens mij een hele duidelijke keuze ergens tegen hebt gemaakt. Maar die jongens. Daar zit misschien wel, die zouden misschien geholpen moeten worden. Daar zou misschien ingegrepen moeten worden. Ja, maar pleit jij daarvoor? Ja, maar kijk, dat is dus wat ik wat het net over van als je frot bent, ben je frot. Mij wordt ook wel eens gevraagd van wil jij ze helpen met dit boek? Wil je ze inzicht bieden? Ik geloof niet dat ik mensen kan veranderen. Als iemand in staat is om een scheidsrechter dood te maken om een amateurwedstrijd, dat is gewoon niet te repareren. Dat is gewoon, dat is zo'n defect in die mensen. Met deze jongen, Eus. Hij groeit op in een dysfunctioneel gezin. Ja. Je zou eigenlijk bijna moeten zeggen, ga door die voordeur heen, zet er jeugdhulpverleners op, kinderbescherming, et cetera. Hij groeit op met een slecht voorbeeld van de vader, de moeder die niet in opstand komt. Dan gaat hij de straat op en hij komt in een crimineel milieu terecht. Ja. Voor die jongen is toch ook hopeloos? Kijk, wat ik zeg, in essentie is het geen slechte jongen inderdaad. Wat er ontbreekt in zijn liefde, heel veel zaken ontbreken. Ten eerste is het gewoon liefde. Dat ontbreekt in die liefde, in die relatie met zijn ouders en alles. Geld, dat ontbreekt altijd. Als hij geld heeft, dan weet hij niet wat hij ermee aan moet. Nee, precies. En als er heel veel geld is, dan weet hij niet wat hij ermee aan moet. En later is er dan een soort van gevoelsarmoede. Dus ja, ik weet niet of je die zaken allemaal kunt repareren. Ik geloof ook niet zo in mensen heropvoeden of wat dan ook. Dit is misschien wel heel gewaagd wat ik ga zeggen. Het probleem is gewoon dat iedereen zich voortplant. En dat zou eigenlijk niet moeten gebeuren.
Nee, is de lijn van Pieter van Vollenhoven. Ja, ja, goed. Die, hij heeft het echt over mensen die dan een geestelijke afwijking hebben. Echt dat ze een IQ van 64 hebben of zo. Maar ik denk dat gewoon meer mensen, ook met een iets hoger IQ, dat die gewoon zich niet moeten voortplanten. Dus dat vind ik echt. Ik zou mezelf nu ook niet willen voortplanten. Want je moet zo'n kind iets kunnen bieden, toch? Je moet financiële stabiliteit hebben. Je moet, je moet dus emoties... Vind je het ook van jezelf? Daarvan, ik had er niet moeten zijn? Ik snap echt niet. Ik ben absoluut niet een product van de liefde of zo. Nee, ik ben geen liefdesbaby. Nee, dus ik vind... Ja, dat is heel stom. Maar je kan je ouders niet verwijten dat ze je gemaakt hebben. Maar dat doe ik eigenlijk wel. Weet je wel? Want wat hebben ze mij nou te bieden eigenlijk? En ik vind ook dat bijvoorbeeld heel veel mensen... Die hebben zelf een slecht huwelijk. En die gaan dan een kind maken om het huwelijk te redden. Weet je wel? Dan denk ik van... Wat is dat voor rare beslissing? Zo'n kind, wat heeft dat... Die relatie gaat toch wel stuk tussen die ouders. Misschien ook omdat jij dat ook in je ouders terugziet. Dat jij er ook was om iets goed te maken. Nee, maar ik denk niet dat ik ben om iets goed te maken. Ik denk dat ik gewoon... Mijn vader gewoon dronken thuis kwam en dat hij gewoon mijn moeder klom. Zo, ja, sorry dat ik zo plat zeg, maar... Het was echt niet... Weet je, want dat kon niet stuk. Die relatie kan niet stuk. Anders was die relatie nu al lang stuk gegaan. Maar mijn ouders zijn nog steeds bij elkaar. Weet je, ik heb mijn moeder echt 10 jaar of zo aangespoord om van mijn vader te scheiden. Maar het zit er zo heel erg in die cultuur of die gedachtenwereld van mijn moeder. Dat scheiden gewoon not done is. Dat gewoon niet kan. Eenmaal getrouwd is voor eeuwig getrouwd. Ondanks, zeg maar, dat is dan wat ik die Turken hier in Nederland ook verwijt. Zeg maar, ondanks alle evolutie die ze in Turkije doormaken, geestelijke ontwikkeling, blijven de meeste Turken hier nog steeds hangen in hun jaren 70 en jaren 80 mentaliteit. En mijn moeder is daar dus echt een product van. Mijn moeder snapt niet dat zij gewoon weg kan bij mijn vader. Ze verdient haar eigen geld, weet je wel. Ze kan zo'n huisje huren. Dus ik snap niet, wij kunnen haar, ik heb nog twee broers, wij kunnen haar steunen. Op een of andere manier doet ze dat niet. En dat is dan moeder, daar voel ik dan onvoorwaardelijke liefde voor. En ook wel loyaliteit, denk ik. Ja. Maar toch, ja, haten niet, maar toch, ik verwijt haar dat wel heel erg. Ik vind het wel interessant dat je aan de ene kant, je bent cynisch. En tegelijkertijd wil je moeder helpen. Die spanning die kan ik nog niet helemaal verklaren. Nee. Maar dat hoeft ook niet. We hebben een plaatje. De Koekstad. Ja. Hè? Dat is Deventer. Ja. Waarom heet het Koekstad? Omdat de beruchte Deventer Koek, hè? Dat is heel bekend. Wijd en zijd. Echt een product van mijn stad. En in welke wijk in Deventer groeit Eusop? In de Raambuurt heette dat toen. En wat voor wijk is dat? Toen was het een echte industriewijkje. Er liep echt gewoon een treinspoor liep echt door de straat. En er woonden, denk ik, 80% Turken en 20% asocialen. De Nederlanders zijn aso's en de Turken heten Batsen. Batsen, ja. En dat staat... Mag ik even kijken? Ja, ik kan kijken wat je wil. Jij had ook een bats kunnen zijn. Ja, wat is een bats? Een bats is iemand met een plat achterhoofd. En waarom heet een Turk een bats? Omdat de meeste Turken, tenminste wordt gezegd, hebben over het algemeen platte achterhoofden. En een bats is dus een schep, dus het is plat. En als je met een bats op je achterhoofd... Krijg een bats. En hoe komen ze aan het platte achterhoofd? Ja, dat weet als dat niet. Zo is, dat weet je niet. Nee, dat zit een beetje in die genen of zo, denk ik, weet niet. Ja, maar zitten ze over toen ze over die steppes aankwamen uit Mongolië, de Turkse volken, dat ze af en toe van het paard afvielen. Ja, misschien wel, ja. Of dat ze verkeerd hebben gelegen in de wieg of zo, ik weet niet. Moet even onderzoek naar worden gedaan. Ja. Maar Bats is een soort van geuzennaam nu geworden, hoor. Ja. Maar eerst waren het dus die asocialen die Turken Bats gingen noemen. Ja. Van, hé, daar heb je weer zo'n Bats. Ik heb in tijden niet een roman gelezen waarin zoveel bargoens in zit. Ja. Dieventaal, streektaal, woorden die ik ook af en toe moest opzoeken. Vroeger deed je dat in een woordenboek, tegenwoordig Google je. Ja. En toen kwam dit langs, een heupflacon. Ja. Maar het heeft een hele leuke naam. Zullen we kijken of iemand het weet? Ja, ik had het nog nooit eerder in een roman gelezen. Wie weet hoe dit wordt genoemd? Weet je, ik weet het, maar dat is niet eerlijk. Ja. Lennon, weet jij het?
Als u dit weet, dan krijgt u alle boeken die... Nee. Als iemand is die het weet, krijgt een boek van mij. Nou, zeg het maar. Het is een platvink. En waarom heet het een platvink? Een platvink. Waarom heet het platvink? Ja, dat is een goeie. Ja, weet ik vond die gewoon een prachtig woord. Wij noemen het altijd een platvink, dus ik heb het geleerd als platvink. Ja. Dat is inderdaad wat alcoholisten altijd met zich meedragen in hun binnenzak. En ik... Nee, dat valt niet op inderdaad. En, maar er kan ook niet heel veel in, dat is ook nadeel. Maar ik nam... Nee. Heb je ook zo'n ding, heb jij een platvink bij je toevallig? Nee, ik heb er niet eentje bij me, nee. Maar ik heb hem wel thuis. Ik nam hem af en toe mee als ik gewoon onderweg zin had om een drankje te doen of zo. Gewoon, ja, wodka deed ik er altijd in, want dat ruik je niet. Nou, als soms, zeg maar, na mijn basisperiode zat ik soms in de collegezaal en dan had ik wel zin in wat wodka. En dan dronk ik gewoon uit een platvink, dronk ik wodka. En viel niet echt op. Ja, het viel wel op dat je met zo'n gekke dingen in je hand hebt, maar ja, schijt toch. En waarom dronk je dan tijdens college, als je daar gewoon, zoals ik zeg, appelsap zou drinken? Ja, nou, nee, weet niet. Ik voelde me soms gewoon prettiger als ik een slokje op had, weet je wel, met relaxter en zo. Ik ben geen alcoholist of zo, misschien wek ik die indruk nu. Maar nee, weet niet. Ik vond, ja, ik vind het ook wel een mooi product. Ik vind het echt een mooi product, ik weet niet. En je bent nu nog jong en heeft het zo charmant. Het volgende. Plaatje bij dit. Oh ja. Ja, dit is. Dus ik heb deze foto heb ik ook thuis. En als iemand dan op bezoek komt en dan vraagt ze wie is die man toch? En dan zei dat is mijn vader. en dat geloven ze ook meteen. Sommige mensen. Lijkt hij op je vader? Ja, hij lijkt wel een beetje op mijn vader. Oh ja? Ja. Hij heeft een beetje zelfde die sombere. Ja, die in zijn gezicht, dat sombere, dat heeft hij. Maar hele heftige, intense ogen. Ja, heel indringend. Kan ik kijken, ja. Dus ik vind hem wel echt een mooi figuur. En wat spreekt jou zo in hem aan? Zijn boosheid. Ja, op een gegeven moment sloeg hij daarin door. Met de reis en dood op krediet vind ik echt heel goede boeken. Maar daarna eigenlijk wat hij is gaan maken, toen sloeg hij door in zijn boosheid. En dat vond ik daarvoor wel echt zijn kracht. Die gaat over Celine trouwens, ik weet niet of iedereen het door heeft. En zijn stijl, hè? Ritme. Op een gegeven moment was ik zijn boek aan het lezen in de bias. En zo zeg maar, ik weet niet of jullie mijn voet kunnen zien, op een gegeven moment zat ik zo te lezen. Zo. En dat doe je normaal bij muziek. Maar ik had door dat ik dat bij een boek deed. Dus, omdat je tikte de maat mee van het ritme van de zinnen. Ja. Dus ik zag ritme in een boek. Ik wist helemaal niet dat dat kon. Je zit op een gegeven moment in zo'n flow zit je, zeg maar, weet je wel. En dan gaat het zo... En het is eigenlijk een soort van cadans wat erin zit. Ja. Het is muziek eigenlijk. En dat sprak me zo aan. Ik ga ervan uit dat je het Nederlands las, de vertaling. Ja, ik was de vertaling. Dan is dat ook een groot compliment voor de vertaler. Ja, de vertaler is heel goed. De vertaler is heel goed. Van Woerkom heet die, geloof ik. Die is echt heel goed. Dat onthoud je dan, hè? Ja, ja. Grappig is dat. Ja. Hey, maar die heeft ook verschillende prijzen daarvoor gekregen. Maar kijk, ik heb wel in mijn tijd dat ik schrijver wilde worden, ging dat proberen. Maar dat is zo moeilijk, met drie puntjes de hele tijd achter elke zin. En om dan mooi op een natuurlijke manier zo ritmisch te kunnen schrijven. Er zijn heel veel mensen geweest later die Celine hebben proberen te imiteren. Maar dat kan gewoon niet. Dus dat is echt een talent dat je moet hebben. En als je het hebt over van wat gebeurt er als je literatuur leest en hoe kan het jou raken? Ja, zoiets kan mij dan echt raken. Ja. Hè? Dus gewoon oprechte verbazing, verwondering is het van wauw. En geen moraal. Ja, hij is wel vrij nihilistisch, ja. En het is een soort van alle gevoelens die ik had over het leven, over de familie. Ik was dat natuurlijk echt zo opgesloten in een soort van... een milieu waarin je niet met elkaar praat en je doet allemaal alles goed voorkomen alsof er niks aan de hand is. Er is echt een sociale controle ook in die Turkse samenleving. Dus ik was verbaasd dat iemand zo brutaal durfde te zijn en zo ongegeneerd al zijn besonjes durfde op te schrijven. En dat was voor mij een soort van... een signaal van dat is helemaal niet erg, dus als je dat doet, weet je wel. Elk huisje heeft een kruisje. Nee. Bij ons was het een hele dag geplaveid met kruisjes. En ik dacht van, daar kan ik wel echt literatuur van maken. Ik wil verder filosoferen. Hebben we daar nog tijd voor? Ik moet het af gaan ronden. Ik zie Marcel Theo al de bal.
zoals we van voorwerp nadoen. Een bal? Ja, dat doet zo. Hè? Dat betekent afronden. Oh, ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Ja, in het voetbalveld, dan mag ik de bal. Dan kan ik, maar hier betekent het afronden. Ja, maar wees de ballen zijn niet rond. Maar is dat misschien de grote bevrijding van literatuur, dat het je de kans geeft om je uit te spreken over je sores? En is dat wat in jouw milieu en mijn milieu ook is? Er wordt niet gepraat over sores. Ja. Je mag daar niet over praten. Het is allemaal buitenkant. En alles wat persoonlijk is en intieme, wat je dwars zit, is taboe. Mm-hmm. En dat zorgt natuurlijk voor ontzettende frustratie. Ja. Je zegt het goed. Er zijn heel weinig Turkse auteurs in Nederland. Ik denk dat het echt te maken heeft ook met het feit dat ze gewoon niet durven te schrijven over wat er werkelijk speelt. Juist omdat er zo'n... Turken zijn ook heel erg eergevoelig. Echt een trots volk, weet je wel. Dus op het moment dat, dat je negatief gaat zijn dan over je eigen volk, dan weet je gewoon dat je bakken met bagger over je heen gaat krijgen. Heb jij die gekregen? Ja, dat merk ik nu ook. Hoe dan? Nou, mensen die niet echt blij zijn met de manier waarop ik over... bijvoorbeeld de vader in het boek, die heeft een geweldige manier bedacht om een uitkering te krijgen, weet je. En dan wordt er een soort van beeld geschetst. Denk, dat vinden zij dan, dat alle Turken steuntrekkers zijn. Mm. Wat natuurlijk niet klopt. Dat is 80%. Nee, maar... En plus het feit dat ik natuurlijk ongelovig ben. Ik plaats kanttekeningen bij de meisjes bijvoorbeeld in het boek. Turkse meisjes met wie Eus... een verkering krijgt, die dan zogenaamd moslim zijn, maar tegelijkertijd wel aan het drinken zijn en seks hebben en alles doen. En dan zie je dat ze echt gevangen zitten, zeg maar, in wat ze voelen en wat ze moeten. Ja. Maar wat ik mooi vind en wat het volgens mij literatuur maakt, is dat je ze niet erop afrekent, maar ook wel laat zien hun kwetsbaarheid daarin. Ja, de relatie met Meltem, meisje met wie hij toch op de een of andere manier een rare soort van seksrelatie heeft, maar die waar ook gevoelens in meespelen. Ja. Dat vind ik dramatisch heel interessant om te lezen. Ja, maar dat is een semi-autobiografisch boek. En dat deel is echt heel erg autobiografisch. Hoe gaat het met haar? Voor mij woont ze nu in Duitsland, is ze verhuisd. Vanwege die man die die achterna zat, stalkte en mishandelde. Ja, mishandelde en op een gegeven moment ook echt wilde vermoorden. Wat je daar ziet is een meisje dat eigenlijk niet getrouwd wil zijn met een Turk, maar dat moet van haar ouders, van haar omgeving. Maar tegelijkertijd is het een modern meisje dat gewoon studeert en alles. Dus daar zie je gewoon die enorme, weet je, die twee uitersten van je groeit op in een westerse samenleving en je hebt talenten, je kan je ontplooien eigenlijk. En tegelijkertijd is er toch die druk van huis uit van ja, je bent 18, je moet gaan trouwen. Wij zoeken wel een vent voor je uit. En dat verscheurt natuurlijk ook zo'n gezin. En ook die twee die met elkaar gaan trouwen, die hebben daar natuurlijk ook niks aan. Dus niemand wordt gelukkig van die situatie. Maar blijkbaar is er toch iets waardoor dat op die manier moet plaatsvinden. En ik heb inderdaad geen waardeoordeel zo... het is duidelijk wat ik ervan vind. Lijkt mij iedereen met gezond verstand die denkt hetzelfde. Maar ik wilde niet per se benoemen of zo. Ik heb ook geen, wat dat betreft, niet een multicultureel boek geschreven, zodat ik al die problemen wilde schetsen of zo. Mm. Maar ja, omdat ik er zelf tegenaan ben gelopen, terwijl ik dus eigenlijk vrij vernederlands ben, vind ik, bijna geassimileerd, vind ik dat wel gek eigenlijk. En daarom heb ik dat gewoon zo op die manier willen opschrijven. Ik hoop dat je het blijft doen. Geweldig. Ja, dankjewel. Jij ook bedankt. Dus Canacchio. De literaire agenda, dames en heren. Something completely different. Wat hebben we op het programma staan voor alle mensen die in december en januari iets leuks willen gaan doen? Met woorden erbij. Het Nederlands kampioenschap Poetry Slam in Utrecht. Half finale is al geweest, dat heeft u dus gemist. Maar op 14 december om 8 uur treden een aantal Poetry Slam dichters op en ook... laten we zeggen wat meer textuele dichters, Mustafa Stitou en Ellen Dekwits in Utrecht. Hartstikke leuk om erbij te zijn in het muziekcentrum Raza. Dan is hier niet, dit is niet nog een keer Céline, maar Jan Kampert. Jan Kampert Symposium in Utrecht, in Den Haag, op 14 december. Oh, daar staat Jan Kampert, dat is een beetje leuk is dat. Ja. Ja. Is het dan een Louis Paul Boon Symposium? Het is het Jan Kampert Symposium met een foto van Louis Paul Boon.
in het Letterkundig Museum in Den Haag op 14 december. Wilt u er wat meer over weten, jankampertstichting.nl. Lezen op zondag in Antwerpen op 16 december. Ja, toch altijd weer een goed excuus om even naar Antwerpen op en neer te gaan. Lezenopzondag.be. Wie die auteur is, dat... Oh ja, die met een nieuwe roman uitkomt. Maar dat later, daar later meer over. Wie u daar ziet, is de Israëlische auteur Amos Oz. Die naar Nederland komt, naar Winternachten in Den Haag. Hier om de hoek, hier aan de overkant, 17 tot 20 januari. Misschien dat hij de openingslezing doet, dat weet ik niet. Maar hij komt in ieder geval, en samen met hem, heel veel andere Nederlandse en internationale auteurs. Winternachten, een van de mooiste festivals van Nederland. Dan is er, volgens mij jaarlijks alweer echt een traditie, het de maand van 1 januari tot 6 februari, een week lang poëzie in Nederland, in Nederland en Vlaanderen, waaronder Anna Enquist. En de volgende editie, dan zal hier Oscar Kokke zitten, hebben wij als gast Manon Uphoff. Je zal spreken over haar nieuwe roman. Ook daarover later meer. In februari 2013. Zet dit in uw agenda. Benlef, die ons helaas ontvallen is. Een paar weken geleden. Komt wel met een nieuwe roman. Onbewaakt ogenblik. Desanne van Brederode. De ziel onder de arm. Over aandachtig leven. Nou, Desanne is een denker. Een brede denker. Diepe denker. Het levert altijd interessante lectuur op. Dan is het de nieuwe roman van Christine Otte, om adem te kunnen halen. En zijn we er, Leno, of hebben we nog... Oh, en David Pefko, met Daar komen de vliegen, bij Prometheus. En de nieuwe roman van verhalen van Manon Uphoff, De zoetheid van geweld. Heel benieuwd. Goed, dat was de agenda, de nieuwe boeken. En dan ga ik nu verder met muziek van Martin de Pape. Waar ben je, Martin? Goed, kom er even bij staan, want we gaan natuurlijk niet zittend gitaar spelen. Toch? Ik ga staand gitaar spelen, ja. En wat ga je spelen? Ik ga een Nederlandstalig liedje spelen. Ik speel normaal gesproken de meeste dingen in het Engels, maar ik heb een paar Nederlandstalige dingen. Die heb ik geschreven naar aanleiding van gedichten, in de bijna alle gevallen. Gedichten van auteurs of gedichten die je zelf schrijft? Nou, gedichten van auteurs, niet gedichten van mij inderdaad. Maar ik heb ze wel vaak zo vrij bewerkt dat er ook niet altijd heel veel van overblijft. Maar toch nog wel heel mooi. Wie zijn je inspiratoren? Qua gedichten? Of het eerste liedje wat ik zo meteen ga spelen is een bewerking van een hele bundel van Gert Vloknel. Zuid-Afrikaanse muzikant, toch? Ja, een Zuid-Afrikaanse muzikant, dichter, die het is een beetje een markant figuur die bij zijn vader in een stoffig dorpje in Zuid-Afrika woont inderdaad. Een hele mooie stoffige poëzie schrijft. Hoe moet ik het zien, stoffige poëzie? Nou, het woestijnzand wart pagina's af, als je het leest. Dat spreekt jou aan? Dat spreekt mij heel erg aan, ja. Ja, alles wat met woestijn wordt geassocieerd vind ik bij voorbaat al te gek. Maar ja, dat komt natuurlijk door die achtergrond van mij. We gaan naar je luisteren. Ja, fijn. Succes. Huisde naar de Venus, net als iedereen. In een groot koud huis, een Everon, samen met z'n twee. Met drie kinderen en een stille man, die s'avonds netjes kookt. Er is geloof en liefde, boven alles hoog. En ik wil je nog vertellen, in rots, misschien in rijn. Ik heb alles weggegeven aan herinnering en pijn.
pijn. En je trouwt dus voor de zekerheid en nergens is gevaar. Maar ik sta 's nachts voor je ramen met mijn handen in mijn haar. Kom vannacht toch bij me, je weet wel waar ik woon. Breng me dan snel ver weg van hier, weg uit deze droom. En ik wil je nog vertellen, in rots, misschien in Rijn. Ik heb alles weggegeven aan herinnering en pijn. In de luiers van je kind. Mijne vaak in drank, muziek en wat ik van je vind. En ik wil je nog vertellen, in rots, misschien in Rijn. Ik heb alles weggegeven. Herinnering en pijn. En ik wil je nog vertellen, in rots, misschien in Rijn. Ik heb alles weggegeven aan herinnering en pijn. Oh, oh. Bedankt, die was dus van, of het was een bewerking van een hele mooie bundel van Gerrit Vloknel, die ik ook iedereen wel echt van harte aanraad. Ik was heel goed voorbereid, ik neem altijd van alles mee als ik ga optreden. Allemaal gitaar, snoeren en een stempedaal en van alles. Maar door de sneeuwval stoppen, ik kom uit Amersfoort en de trein stopte echt op elk station, weet je wel, dat je moet overstappen. En ik ben toen een tas vergeten met allemaal met mijn spulletjes erin. Wat op zich, wel, ik ben daar nu al overheen. Maar daarom moet ik even stemmen. Dat was eigenlijk mijn... En normaal duurt het minder lang omdat ik het gewoon kan aflezen op een pedaaltje. Gelukkig is het geen radio. Ik heb één keer zo'n grap uitgehaald op de radio. Maar daar wordt Giel niet blij van. Kan ik u vertellen. Oké, nou we gaan een nieuw liedje spelen. Dit is ook een Nederlandstalig liedje. Wat dus betekent dat het een bewerking is van een gedicht. Deze heb ik geschreven. Naar aanleiding, daar hadden we het net al even over. Over de Wintertuin. De Wintertuin die heeft een soort ding dat ze singer-songwriters, muzikanten vragen om een gedicht op muziek te zetten. Ik heb een gedicht van Willem-Frederik Hermans op muziek gezet. Straattoneel is vrij onbekend, dat gedicht. Het is ook vrij onbekend dat Willem-Frederik Hermans überhaupt gedicht. Nou, dat weet ik toch wel relatief. Mensen kennen vooral van zijn boeken. Waarom dat gedicht? Sorry, wat zeg je? Waarom dat gedicht? Er was maar één gedicht waar je uit kon kiezen. Oké. Okay. De Wintertuin geeft je gewoon één gedicht. Oké. Okay. Ook eentje van Geert van het Reven. Allerlei. Het is altijd heel leuk. Straattoneel. Het is vooral leuk als je het gedicht kent. Maar ik hoop ook als je het gedicht niet kent.
stel die brug, stel die brug. Niemand komt ooit nog meer terug. En wie komt daar te laat, s'avonds op straat? Zeg niet dat die open staat. Nee, we gaan niet naar huis, nog lang niet naar huis. Niemand komt ooit nog meer thuis. Wie eens weg is geweest, staat het vers voor de geest. En zondags is het altijd feest. Dus kom aan, vermaak je. Niemand die weet hoe het gaat met je. Blijf op de been, ga toch nergens meer heen. Niemand die weet. De vrienden van vroeger, die zie ik dus niet meer. Soms doet het mij veel harte zeer. Maar ja, echte vrienden van later, die zijn vaak net als een kater. Vroeg in de morgen, maar 's avonds nog niet. Kom, vermaak je. Niemand die weet hoe het gaat met je. Blijf op de been, ga toch nergens meer heen. Niemand die weet wat er ontbreekt. Dus ga over straat, sla alleen op de vlucht. Wat heeft het voor zin als het niemand ooit pleurt? Stel die brug, rood staat voor rennen, groen voor gaat terug. Hij is de stel die brug, rood staat voor rennen, groen voor gaat terug. Hij is de stel die brug, rood staat voor rennen, groen voor gaat terug. Kom, vermaak je. Niemand die weet hoe het gaat met je. Er is geen man overboord, waarom haast je? Blijf op de been, ga toch nergens meer heen. Niemand die weet wat er ontbreekt. Er is niemand die weet wat er ontbreekt. Er is niemand die weet wat er ontbreekt. Na, 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 na. Na, na, na. Ja, stel die brug, niemand komt ooit nog meer terug. Dankjewel, Martin. Waar kunnen we, als we meer van je willen horen en weten, waar kunnen we terecht? Ja, dat is mijn naam, Martin de Pape, en dan .com, en dan kun je alles vinden. Ja. En wanneer is je eerst volgende optreden? Dat is eigenlijk best lang niet. Ik ben bezig met een nieuwe cd. En dus ik treed op dit moment even niet zoveel meer op. Heb je al een naam voor de cd? Daar kan ik ook nog over het nadenken. Oké, okay. Nee, nou, veel weer even Hermans lezen. Ja. Ja, misschien dat in het werk van Uskan je een mooi woord vindt. Dames en heren, we gaan naar onze tweede gast van deze avond. Tweemaal winnaar van de Libris Literatuurprijs.
Gewassen vlees, publieke werken, laatste roman Zoete Mond en nu een nieuwe roman De Rode Loper over de prijs van roem, over muziek en over verlangen naar een vrouw die te verlegen is om terug te praten. Daar ga ik met Thomas Rozenboom over praten. Thomas Rozenboom. Dag Thomas. Ja. Nou, De Rode Loper. Ja, roman over roem en beentjes. Mm-hmm. De held van het verhaal, Lou Ballion, besluit zich te voegen bij een beentje, Shout. In de jaren 70. Ja. Heb je zelf ooit het verlangen gehad om bij een band te behoren? Ja, een heel heftig verlangen. Ik zat wel bij een beentje. Maar dat was een schoolbeentje. Wij konden maar één keer per week oefenen. Dat was in Arnhem. En in Arnhem had je ook de beste band van Arnhem. Die heette Moan. Dat betekent schreeuw, net zoals shout. Dus daar heb ik mijn band een beetje naar gemodelleerd. En ik stelde me voor dat Moan, die hadden een eigen bus en een flinke geluidsinstallatie. Ik dacht, die hebben vast ook een eigen oefenruimte waar ze iedere dag bij elkaar komen en waar aanloop is van jongens en meisjes, weet je wel, dan hoef je niet zelf naar een café, mensen komen naar je toe. Ik dacht dat afgesloten leven zonder daglicht en buitenlucht en die zoemende versterkers en af en toe optreden, dat leek mij geweldig. Waarom ben je dan schrijver geworden? Nou ja, dat is inderdaad niet mijn eerste keus. Ik wilde wel de popmuziek in, maar ja, gewoon gebrek aan talent. Ik was basgitarist, dat is al één ding. Waarom? Dat was al één ding? Was het makkelijkste wat er... Ja, dan heb je maar vier snaren en je hoeft nu geen melodie te spelen. Maar ik had ook de grootste moeite om dat instrument te stemmen. Weet je, ik hoorde het gewoon niet. Ja, dan houdt het snel op. Ja. Ja. Maar de magie... Van het, die magie is blijven leven. Ja, dat heeft mij getekend natuurlijk. Dat is denk ik op mijn 12e, 13e begonnen. Dat ik echt tegen popmuzikanten begon op te kijken. Dus ja, toen begon er zo'n beentje met een als versterker een oude buizenradio, weet je wel. Dus vanaf mijn 13e heb ik altijd vakantiewerk gedaan. Die andere jongens in het beentje ook. Om aan een behoorlijke gitaar te komen en een behoorlijke versterker. He, dus als basgitarist dan droom je ervan om een Fender basgitaar te hebben, het liefst een witte. Ja, weet je wel, ik vond in die tijd vond ik een band al goed als ze een Fender basgitaar hadden. Ja. En als ik zit daar een Fender tussen? Nou, dan moet ik even kijken. Waar herken je een Fender aan? Ja, nee, dit is dus geen top installatie. Weet je wel, die twee boksen op elkaar, maar dat is dan merkloos. Ja. Daar. Ja. Ja. Die Lou, die wordt Rody. Ja. Hij besluit samen met zijn met een jongen die hij op de laatste dag van de middelbare school tegenkomt, Eddie van de Beek. Ze besluiten dan om een grootse carrière te beginnen, namelijk ze gaan de bijstand in. Ja. En dat is eigenlijk, ik moest er eerst om lachen, fantastische, de eerste, tweede pagina al fantastisch, maar het was in die tijd ook echt serieus, de bijstand ingaan. Dat betekende iets. Dat kon, weet je, toen ik op de middelbare school zat, ik had echt bewondering voor mensen die naar een conservatorium gingen of een toneelschool of de kunstacademie, want daar moest je toelatingsexamen voor doen. En ik dacht, als je erop komt, dan kun je iets wat anderen niet kunnen. Of je kan het in ieder geval beter dan anderen. Maar ja, ik moest iets gaan studeren. En voor studeren heb je eigenlijk alleen maar een schooldiploma nodig. Je moet op tijd zijn. Ja. En om je eindexamen te halen hoef je eigenlijk alleen maar stil te kunnen zitten om je huiswerk te maken, weet je wel. Dat vond ik niks bijzonders. Dus omdat ik geen enkel... ik had geen talent om naar een academie te gaan, dus ik werd studeren. En bij mij tegenover in de straat woonde een jongen, toen ik dan op kamers woonde als student. Die jongen was ongeveer even oud als ik. 18, 19, die zat in de bijstand.
En die draaide de hele tijd platen. Dat wist ik omdat ik hem de hele dag zag dansen voor het raam. Ja, en die had ook meer geld dan ik. En ja, dat kon toen. Dat was heel, dat kun je nou niet meer voorstellen. Maar nooit overwogen om dan zelf die stap, ja, toch een grote die stap te zetten, de bijstand in. Ja, ik vond het wel, weet je, ik benijdde die jongen natuurlijk wel, want die hoefde helemaal niks te doen. Vrijheid. Ja, maar wat hij deed met die vrijheid was alleen maar platen draaien. En ik vind het toch, als je gezond bent, dan, ja, dan moet je toch wel of je eigen geld verdienen of een opleiding doen, ja, waarmee je dan later je eigen geld kan verdienen. Maar, ja, het enige wat hij deed was recreëren eigenlijk. Ja. Maar Lou gaat dan de bijstand in om zich helemaal te kunnen werpen, ja, om dan op het roadieschap. Ja, dat is voor mensen die het niet weten, en dan speel je niet mee, maar dan verzorg je de apparatuur. He, dus als er wat kapot gaat, dan repareer je het en je laat het in de bus als je een optreden hebt. En dan na het optreden weer terug in de bus. En ja, timmert de boel in elkaar, dat wordt een act. Ja, het drumstel vasttimmeren tegen het wegschuiven, ja, dat is totaal onorigineel. Dat deed iedereen vroeger. Oh, ja. Ja, dat is, maakt het zo leuk. En, wat maakt dat zo leuk? Dat er een mannetje het drumstel in elkaar timmert. Nou, in elkaar timmert, vasttimmeren, ja, om het ja. Ja, ik heb dat veel roadies zien doen in die tijd. Want, weet je, in die tijd was het moeilijk voor een band om echt hard te spelen. He, dat kon wel, maar dan had je veel geld nodig om een grote installatie te kopen. De grootste installatie in Nederland in de jaren 70 had de Golden Earring. Ik heb dat één keer gezien, dat was helemaal verder. Marshall? Ja, en dan die twee boksen met een versterker, zo'n toren werd dat genoemd, per gitaar. Maar vier en daarop piramidegewijs drie versterkers, dat was. He, dus. Ja, en als dat dan voor een optreden werd aangezet en die versterkers begonnen zo monotoon te ronken, dat beloofde dan hard. Weet je, nou is die geluidsapparatuur 1 zo goed geworden, 2 zo goedkoop. He, dat bij elke braderie en op Koninginnedag, iedere straathoek heb je gewoon fantastische oorverdovende muziek. Maar toen was het een kwestie van, ja, geld hebben en erop gericht zijn. Pink Floyd, dat was natuurlijk een hele grote band in de jaren 70. Die hadden ook een hele grote geluidsinstallatie. En die poseerden daarmee voor een hoesfoto. Weet je wel, dit zijn wij, dit is onze installatie. Dat samen was Pink Floyd. Volume hebben was een kwaliteit. Ja, en dat had iets anarchistisch, iets progressiefs. Jazzmuziek is natuurlijk ook altijd wat progressief geweest, maar dat ging nooit enorm hard. Maar popmuziek, ja, dat hoe harder, hoe progressiever, hoe meer underground op een gegeven moment. En ik heb het gevoel dat het nu is, hoe harder, hoe reactionairder. Ja, misschien. Het is overal, het is op braderieën. Ja, ja, precies, er is niks bijzonders meer aan harde muziek. Nee. We hebben een filmpje. Heel zacht doorspelen, omdat we in Den Haag zijn. Toch? Is het Barry Hay? Ja, dat is de enige echte rockster van Nederland. En ja, die hoort nog steeds bij Den Haag, ook al is hij naar Amsterdam-Zuid verhuisd. Hij nou woont op Curaçao. Ja, de Shout, de band, mag in het voorprogramma spelen van Golden Earring.
En de manager drukt ze op het hart om vooral geen nummer te spelen van de Golden Earring. Ja, ja, want mijn bandje is dan eigenlijk een coverband. En die spelen dan een beetje van die ruige blues rock, omdat dat in de jaren 70 in de mode was. En ook omdat het niet zo moeilijk is om te spelen. En dan hebben we ook een nummer van de Earring. En inderdaad, als ze dan optreden, dan zegt die manager geen Earring nummer. Maar ja, dat Earring nummer kwam altijd naar een ander nummer. Dus werktuigelijk nadat het andere nummer... zitten ze dat Earring nummer in. En dan blijkt dat, hé, dat is in Arnhem, ze denken we treden voor ons eigen Arnhemse publiek op. Maar dat Arnhemse publiek blijkt dan toch wel degelijk uit Earring fans te bestaan. En die waarderen dat, die vinden dat een provocatie natuurlijk, als een coverband. En ha, is dat zo? Ja, dat is een... Dat ja, als... dat kun je niet doen. Dat is een belediging. Ja, inderdaad. Dat lijkt mij. En, ja, en ook een soort... Het is gewoon bespottelijk om te doen. Hè? En ik was enorm vereerd ermee dat ik had zelf natuurlijk niet Barry Hay durfde te vragen voor de presentatie van mijn boek. Maar mijn uitgeverij was wel zo vrij geweest. En hij kwam. En hij zei toen, en dat is denk ik rock and roll, zo'n beetje schamper, een beetje, weet je wel, op een vrolijke manier elkaar een beetje afzeiken. Hij zei, ik heb je boek tot bladzijde 16 gelezen of zoiets. Want dan staat er in het boek dat mijn bandje dan dat Earring nummer covert. En dat de hoofdpersoon, de Rody, die vindt die coverversie eigenlijk beter dan het origineel. En toen zei Barry, hey, toen ik dat las, was ik even klaar met je boek. Hij is wel natuurlijk wel, wat je zegt, de enige echte rockster van Nederland. De enige echte, ja. De enige die eigenlijk kan zeggen, ik ben een rockster. Ja. Terwijl dat nu... is iedereen rockster, zo lijkt het. Ja, of ster, ja. Maar hij leeft er echt naar en hij ziet er... Weet je, de Golden Earring... Ja, ik vind het heel leuk om over muziek te praten, hoor. We hoeven het niet per se over mijn boek te hebben. Nou ja, alles wat je nu zegt, dat staat in dit boek. Nee, maar de Earring had altijd een beetje moeite met de dijk. Weet je, en waarom moeite met de dijk? De dijk is natuurlijk ook geweldig, dat weet de Earring ook wel. Maar de dijk is een collectief. Weet je, en dat vinden zij, dat idealistische, dat eerlijk, dat een beetje linkse, weet je, dat is gewoon geen rock and roll. Ja, en de Earring is dat, ja, totaal wel. Waar bevindt rock and roll zich op het politieke spectrum? Want ja, het is een beetje linksig, dat collectief. Ja, ik denk dat echte rock and roll dat niet zo links is. Nee, dat denk ik eigenlijk. Je hebt wel underground muziek, weet je wel. Het is dan wat complexer en zo en niet zo swingend. Dat lijkt mij eerder. Ja. Maar het is ook niet VVD. Wat zeg je? Het is ook niet VVD. Rock and roll. Nee, maar rock and roll is zeg maar geen geavanceerde muziek. Het is natuurlijk een hele eenvoudige muziekvorm. Er wordt weinig in geëxperimenteerd. Dus vandaar dat ik denk, ja, nou, ik weet het niet. Ja. Lou, die redt het niet. Die band die valt uit elkaar. Hij gaat wat anders proberen. En hij begint een opnamestudio. Ja. Nou, dat doet hij in Zevenaar. Ja. Hij zit dan nog bij zijn hospita. Ik heb hier een foto van Zevenaar. Ik ben er laatst geweest. Oh ja? Ja, voor een optreden in een bioscoop. Ja. In een filmhuis. Ja. En het leuke is dat Lou begint dan... hij komt erachter via zijn vriend dat hij in Zevenaar een voormalige garage kan overnemen. Een wethouder daar van cultuur die dat dossier heeft liggen van die garage. Dat moet dan als bestemmingsplan een cultuurpaleis komen. En hij is ontzettend blij dat Lou dat... gaat kraken. Ja. En dan begint hij dan, na het verloop van zijn studio, een underground bioscoop in. Ja. Geen echte bioscoop, want hij draait alleen maar films die hij gewoon in de videotheek huurt. Maar hij woont ook in die bioscoop, in die projectieruimte. Weet je wel, het is een ruimte achter in de zaal, op van die steigerpalen met glas. Dat is ook zijn woonkamer. En er staat er ook van dat niemand in Nederland uitzicht had over zoveel lege stoelen als Lou Ballon vanuit zijn woonkamer. Dat heeft natuurlijk iets heel raars, lijkt mij. Ja. Ja, is het zo'n... Kan ik me zoiets bij voorstellen? Ja.
Maar dan vliegtuigstoelen, hè, in plaats van het mooie rode suède. Lufthansa, vliegtuigstoelen, die hebben de kop kan tikken. Ja. Ja, dat, toen ik dat hoorde, dat kan. Ja, want hoe kom je daaraan? Hoe kom je aan zo'n stoel? Ja, en hoe komen vliegtuigstoelen op de markt? Iemand heeft mij dat uitgelegd in zo'n Boeing 747 of een ander vliegtuig. Die dingen zijn enorm duur natuurlijk. Dus die worden zo lang mogelijk in de vaart gehouden. Door ze heel goed te onderhouden. Dus zo'n vliegtuig blijft al 40, 50 jaar vliegen. Maar die stoelen zijn na een paar jaar doorgezeten. Dus dan gaan die stoelen eruit en worden de nieuwe ingeschroefd, weet je wel. En dan is zo'n vliegtuig weer bijna als nieuw. En dan die oude stoelen, ja, tweedehands vliegtuigstoelen, doorgezeten stoelen. Die komen dan in de, ja, dat soort handel terecht. Wat ik me dan afvraag bij jou in het schrijfproces, ik weet dat je alles meticuleus voorbereidt, alles uitschrijft. Is, wat was er eerder, die bioscoop of die vliegtuigstoelen? De bioscoop. De bioscoop. Ja. En dan praat je dan met mensen over die bioscoop, dat je bezig bent met het inrichten van een bioscoop. En vertelt dan iemand door het vrije associëren ineens, hey, vliegtuigstoelen? Ja, ik dacht daar was ik trouwens bij een paar jaar geleden dat ik op het idee van mijn rode loper kwam. Maar toen ik dan dus inderdaad dan een bioscoop wilde aanbrengen in mijn boek, dan moet je hem ook inrichten. En ik dacht, dan doe ik alles een beetje hetzelfde in die bioscoop zoals tientallen jaren ervoor die oefenruimte was ingericht. Zwart landbouwplastic tegen de muren, weet je, voor de underground sfeer. Toch een podiumje erin timmeren, ook in die bioscoop. Want hij heeft die geluidsinstallatie nog van die studio. En hij denkt, als ik dat nou neerzet, dan zou er ook zo bands kunnen oefenen. Ja. Nu komen we op het idee van de rode loper. En ik heb het, je zegt net, ik was daarbij een paar jaar geleden toen je op dit idee kwam. Dat zeg je omdat ik samen met jou een documentaire over jou heb gemaakt voor Benali Boekt. Toen hebben we opnames gemaakt in Vlissingen, bij Film by the Sea, waar een documentaire over jou werd vertoond. Nou, hoe meta kun je gaan? En daar was een rode loper. Ja, en een misverstand van mijn kant. Ja, je was erbij, de première film was van Anton Corbijn, ja. The American. Verschrikkelijke film. Wij lopen, dus ik met mijn gezelschap en jij met jou en mensen, over die rode loper, een echte rode loper, dus met camera's en weerszijde en een microfoon en iemand vraagt wat aan je. En de cameraman en dan ben je binnen. En dan krijg je, het was een premièreavond, dan krijg je een glaasje champagne. En dan loop je daarmee door naar de grote filmzaal. En dan ga je zitten wachten op de première film. En ja, die tijd die werd dan gevuld door de bioscoop met beelden van de rode loper. En toen ik dat zag, toen dacht ik, ja, eigenlijk zonder nadenken, wat leuk. We zijn gefilmd en zo komen wij ook op het witte doek. Ik dacht dat die beelden met een half uur vertraging werden geprojecteerd. Dacht je toen ook bij het jezelf terugzien of bij het zien van die mensen over de rode loper, ik ben niet goed over de rode loper gegaan? Nou, ik heb mezelf toen niet teruggezien, want het was een misverstand. Wat wij zagen waren gewoon live beelden van de rode loper. Dus wij zijn denk ik wel op dat witte doek te zien geweest, maar toen, op het moment dat wij nog buiten waren en gefilmd waren. Dus ik dacht, als je dat nou met een vertraging projecteert, die beelden, dan kunnen mensen wel zichzelf zien. Hoe ze in hun mooie kleren, weet je, toch wel een glorieus moment als je er niet gewend bent. Ik dacht, dat zou je kunnen organiseren. Een rode loper voor een bioscoop en dan laat je gewoon een speelfilm weg. Je laat gewoon een cameraman mensen filmen. Je geeft aan, trek mooie kleren aan, neem een geliefde mee of iemand van wie je hoopt dat hij dat wordt. He? Glaasje champagne, ik dacht, nou, okay, je kan het nog echter maken. He, want als ster, dan word je bij de naam geroepen. En kom je met de limousine aan. Ik dacht, in mijn boek, zo geleidelijk aan, in Zevenen natuurlijk zo'n trouwlimousine, die dan door zo'n garage wordt geëxporteerd. Ik dacht, he, dat,
Ja, de mensen die dan die rode loper ervaring willen meemaken, die kunnen dan tegen meer prijs die limousine bellen, die garage. En dan spreek je af dat je om de hoek wordt opgepikt. En dan zeg je tegen de chauffeur hoe je heet. En die belt het dan met zijn mobiel even door naar die quasi-journalisten om de hoek. He, dus die weten dan hoe je heet. En als je dan even later uitstapt, dan roept ze bij je naam. Dus dan kun je ook nog voor meer prijs aankomen per limousine en herkend worden. Ik dacht, ja, dat maakt bijna niemand mee. Dat vinden mensen fantastisch. En mensen vinden het fantastisch? Ja, want bij de boekpresentatie hebben we het gedaan. Zonder het uit te leggen. Toen dachten mensen bij de entree van, nou ja, wat leuk, de uitgeverij geeft er zo op deze manier een beetje allure aan. Maar ja, dus mensen zijn toen gefilmd bij hun binnenkomst. En toen was het drinken en daarna programma en toen weer drinken en dansen. Maar toen, op het laatst, toen werden die beelden van de binnenkomende mensen geprojecteerd op een muur zonder uitleg. En wat je zag gebeuren was dat mensen inderdaad elkaar aanstoten. En moet je kijken, en verrek, zo dadelijk komen wij, weet je wel. En ik had dat toen in Vlissingen ook, die kinderlijke opwinding. Ik kom zo op het scherm. Kan je onder woorden brengen waar die kinderlijke opwinding, die duidelijk bij iedereen dus bestaat, uit bestaat? Wat is dat moment van de flashlights, bij een naam genoemd worden? Wat ik ook zag bij het observeren was dat er een bepaalde manier is van over de rode loper komen. Je moet niet te snel lopen als je niet bij naam genoemd wordt. Wat vertelt de verteller? Dat de journalisten, ze weten hoe iedereen heet. En als ze niet op de naam kunnen komen, dan is de nobody. Dan is het niemand. Dat weet ik van een cameraman, weet je, die mij dan, nou ja, maakt niet uit, die werkte voor de VPRO en die filmde altijd in Cannes, dat filmfestival. En hij heeft mij die hele rode loper etiketten uitgelegd. Hij zei van, ja, er zijn maar twee mensen op de rode loper. Mensen die iemand zijn en mensen die niemand zijn. En zo praten journalisten ook. Weet je wel, die journalisten hebben dan de taak om dan even iets te vragen aan iemand die iemand is. Maar soms dan weten ze het niet. En dan vragen ze aan een collega van die daar aankomt in die blauwe jurk, is dat iemand? En als die ander dan, ja, die zegt, nee hoor, dat is niemand. Ja. Maar zo is het ook op de rode loper. Wij maken de rode loper mee bij Boekenbal één keer per jaar. En dan heb je ook twee soorten mensen. De mensen die ongestoord naar binnen kunnen, dan is hun avond al bedorven. En andere mensen die apart worden genomen door Nova of het journaal of nou zal het Nieuwsuur zijn. En die trekken dan zo'n beetje zo'n ergerd gezicht van. Hè. En dan voel je je toch beter. Ik word helemaal gek van die stress in de rij voor het boekenbal. Ja. Dit is namelijk. En stress is volgens mij de vraag. Word ik herkend of niet? Word ik voor de camera wat gevraagd of niet? Of kan ik gewoon doorlopen? Ja. Vooral als je een nieuwe vriendin bij je hebt. Die heeft dan zo'n beeld van die rode loper. Ja, dan wordt iedereen voor een camera getrokken. Of krijgt een microfoon voor zich van. Maar ja, als dat dan niet gebeurt, dan denkt zij toch, ja, geen aanschrijver. Oh. Ja. Lijkt mij. Narcisme. Kan je een stukje voorlezen? Want dat je over die rode loper schrijft en zo'n het zo beladen maakt, heeft natuurlijk te maken met iets wat je dwars zit. Of iets waar je over wilt schrijven. En volgens mij weet je wel waar het is, waar je tot de poedelskern komt. Oh, ja. Volgens mij is het vanaf hier. Ja. Het is een halve pagina. Ja, dan leg ik het even heel kort uit. Die Loer met zijn underground bioscoop, die heeft dan een horrormarathon gehouden in Zevenaar, wordt een fiasco. En dan praat hij erover met zijn vriend in een café. En die vriend heet Eddie en die zegt dan dat het Friday Night een fiasco is geworden. Dat lag niet aan Loer, maar aan het Zevenaarse publiek. En nou begin ik voor te lezen. Als dat naar zichzelf had kunnen kijken, was het wel gebleven. Tegenwoordig keek iedereen toch naar al die talentenshows op tv. Daar kreeg niemand toch ooit genoeg van? Loer begreep hem niet, maar was het wel met hem eens.
Op trouwerijen was ook altijd alles opgehouden als er opnames van eerder die dag op een muur projecteerden. Maar wat had dat te maken met die talentenshows? Eddie weer. Naar die shows kijken is naar jezelf kijken. Daarom kan geen enkele film daar nog tegen op. De mensen doen nu eenmaal niets liever. Narcisme is de ziekte van deze tijd. Half Nederland leidt aan een mateloos verlangen naar aandacht en bewondering. Maar hoe krijg je die als je niks bijzonders kunt? Het bier werd gebracht, Eddie nam een slok. En toen hij verder praatte, leek het even of hij opnieuw begon. Hij klonk als een leraar. Steeds meer mensen voelen zich te goed voor hun eigen middelmatigheid. Dus dan bedenken ze iets geks. 3 keer achter elkaar de Alpe d'Huez opfietsen of te paard naar Istanbul. En die heldendaad mogen familie en vrienden dan sponsoren. Toppunt van narcisme is het om de opbrengst aan het goede doel te schenken. Want dan kom je zeker als de nieuwe Robin Hood in de krant. Ondertussen zetten ze fietsfoto's van zichzelf op Facebook. En de liefdadige ruiter houdt onderweg naar Istanbul in blok bij. Terug in Nederland vinden ze het alleen maar vanzelfsprekend dat de rode loper voor ze wordt uitgerold. Want daar was het ze allemaal om begonnen. Nou, genoeg? Ja. Nou, mooi. Dat is wel de kern van... Je bent in de loop der jaren steeds meer je ook gaan uitspreken over de maatschappij. En over opvoeding, hoe kinderen worden opgevoed. Over het volumegebruik. Over de verloedering. Was het iets wat je... in de roman wilde hebben? Was het iets wat je... Ja, nou, ik vind het niet een taak voor een schrijver om zijn ergernissen in een roman op te nemen. Wat je zegt, die andere dingen, dat zijn dan aparte boekjes. Weet je wel, denk het aan Holland. Is een... Ja, inderdaad. Maar ik dacht, in dit boek kan het zonder schade aan te doen. Ja. En dan is het toch wel leuk om je hart te luchten natuurlijk. De tragedie van het verhaal is uiteindelijk dat Lou en het meisje wat hij leuk vindt, dat daar, ondanks alle aandacht die wordt gegenereerd, het meisje gaat ook aan die rode loper, hij valt als een blok voor haar en hij begint dan eigenlijk alles te organiseren om haar in de schijnwerpers te krijgen, in de hoop dat het ijs breekt. Ja. En dat gebeurt niet. En ook omdat hij weet dat dat meisje, de enige plek waar dat meisje zich op haar gemak voelt, is in die schijnwerper, is in een... Ik ken zo iemand. Mensen kunnen soms zo mensenschuw zijn en opgelaten met zichzelf. Dan ga je niet meer naar cafés of feesten. Maar ja, iedereen wil zichzelf natuurlijk wel laten zien. En wat dan de uitkomst is, dat is iets doen waarin je een volkomen vaste rol speelt. Die persoon die ik ken... Die trad bijvoorbeeld heel graag op open podia. He, dan zong ze een liedje, nou, dan ligt de tekst vast, de melodie, het ritme. He, dan hoef je niet te improviseren, dat is makkelijk. Voor mij is voorlezen ook veel makkelijker dan praten. Dus een vaste rol spelen, dat geeft dan aan sommige mensen net voldoende houvast dat ze nodig hebben om toch naar buiten te gaan. En dat over die rode loper... paraderen, dat is voor dat meisje dan zo iets wat zij dan net durft. Want dan hoeft ze niet te praten en het is maar gewoon 20 meter en dan naar jezelf kijken en er kan niks misgaan. Dus ja, dat meisje treft dan mijn hoofdpersoon en hij heeft dan net dat punt bereikt van ik moet eens een keertje, hij is dan in de 50, ik moet eens een keertje... normaal praten met vrouwen, dat heeft hij als roadie nooit gedaan. Als roadie wist hij nooit die meisjes die in de oefenruimte kwamen. Wat voor achternaam die hadden, of waar ze woonden, of wat voor werk ze deden. Daar heb je het niet over in een oefenruimte. En nou denkt hij, ja, ik moet dus wel een keertje normaal praten. Ja, en dat treft hij er net een? Ja, die dat niet wil. Maar hij denkt van, hij moet dan altijd met de auto ophouden... We gaan praten. Volwassen met elkaar omgaan. Dus hij zet de autoradio niet aan. Want hij denkt, als ik dat doe, dan denkt zij dat ik niet geïnteresseerd ben. En dan vervolgens bereikt hij nog een verdere stap van volwassenheid. Dat hij denkt, van ja, maar als zij niet wil praten, weet je, dan hoeft ze ook niet te praten. Waarom zou je moeten praten? Het is ook mooi om samen te zijn zonder te praten. Ja.
Gaat dat werken? Met, nou ja, dat is je laatste vraag, denk ik. Ja. het biedt een opening in ieder geval. Ja, oké, bedankt. Dankjewel voor het bieden van openingen. Thomas Roosterboom. Dankjewel. Dames en heren, we gaan naar de prijsvraag. U kent het procedé. Gaat u opstaan als u mee wilt doen? Doet u best als u wilt winnen? Ik stel steeds een vraag. Linkerhand, wat was het, Leno? Linkerhand is links en rechterhand is rechts. En we gaan beginnen. Hebben we daar een plaatje bij? Kunnen we dat ook zien? Of is het alleen maar... Gaan we dat filmpje bekijken? Ja? Oh ja, even een filmpje. Wat leuk. Ja. I doubt there's more than a handful of copies in all of North America. But I know it. I know, I know it. De naam van de auteur wordt toch niet verklapt in dit filmpje? That's ja, stop dan maar. The music from my dream. The whole movement I wrote imagining us. Meeting again and again. De film die nu in de bioscoop draait, Cloud Atlas, is gebaseerd op een boek van linkerhand David Mitchell, rechterhand Jonathan Franzen. Het juiste antwoord is linkerhand David Mitchell. Gaat u, wie won de F. Bordewijkprijs? Linkerhand Tommy Wienga, rechterhand Stefan Enter. Het is Stefan Enter. Oké, okay. Het gaat een stuk sneller dan de vorige keer. Wie won onlangs de Anna Bijnsprijs? De prijs voor de beste literaire proza-titel van de afgelopen 4 jaar. Geschreven door een vrouw. Linkerhand Minke Douwes, rechterhand Vonne van der Meer. Het is Minke Douwes. En dan een andere prijs. Wie won de Anton Wachterprijs voor het beste debuut van 2012? Is dat linkerhand Joost de Vries, rechterhand Peter Buwalda? Dat zou ik nou een hele moeilijke vinden. Dat is Peter Buwalda. Oh, het gaat hard. Vorige week werd een deel van de bibliotheek van Gert Komrij geveild. De opbrengst was 2 ton. Hoeveel titels bevatte de privébibliotheek van de voormalige dichter des Vaderlands? Dan gaan we schatten. Dus willen de mensen die nog over zijn gebleven naar voren komen? Dan gaan we even schatten hoeveel dat er zijn. Hoeveel titels. Ja. Niet. Ja, kom maar hoor. Ja, kom maar even naar voren. Hoeveel schat jij? 40.000. Mevrouw? 10.000. 20. 30. Hoeveel? 70. 50.000. 15.000. 55.000. Het juiste antwoord is 60.000. Wie had er 55.000? Meneer? Wie had er nog meer? Wie had er 60.000? Wie had er 65.000? Want anders dan zat u er dichtbij. En dan bent u de winnaar, toch? Ja. En ik mag u namens de bibliotheek 2 boeken aanbieden. Van de 2 auteurs die ik net heb geïnterviewd. Welke gaat u als eerste lezen? Ik ga eerst uitlezen waar ik mee bezig ben. Waar bent u nu mee bezig? Travel to Charlie van Steinbeck. Om daarna het dikke boek van... hoe heet die man ook alweer? Mak te lezen. Is het wat? Travel to Charlie? Interessant. Ja, Steinbeck is ook een Nobelprijswinnaar en... Die heeft wel wat te zeggen. Dus het is eigenlijk altijd mooi. Okay. Gefeliciteerd met de boeken. Dank u wel. En geniet ervan. Een winnaar. Nou, dames en heren. Leno. We zijn aan het einde gekomen van deze avond. Oscar Kokke is het de volgende keer met Manon Uphoff. Dat is op 2 februari. 1 februari. Hier weer, op deze plek. Manon Uphoff. We zijn nog op zoek naar een debutant. Als u nog tips heeft, laat het ons weten. Ik wil de organisatie bedanken, de mensen van de techniek, de mensen die de livestreaming hebben mogelijk gemaakt. De boekhandel is er voor de boeken. De auteurs zijn er nog, dus u kunt het boek laten signeren. Hart aanbevolen
Ik wens u nog een fijne avond en tot de volgende keer. Tot ziens. Ja.